jullie zijn vast wel benieuwd hoe mijn kamer gaat worden. Ik heb hier een eigen tekening zoals ik wil gemaakt. Superleuk dat je kijkt naar deze video. We hebben al heel lang plannen om mijn kamer te veranderen en nu is het tijd om ermee te beginnen. Let's do it! Nou, dit is hoe Jade haar kamer er nu uitziet. Buiten dat het een grote rotzooi is. Want ze veel te veel spullen heeft. Is dit hoe het er nu uitziet. En we hopen natuurlijk dat het straks een super toffe kawaii kamer gaat worden. Nou, we willen allemaal zo'n Jade de kamer wit hebben. Het eerste projectje wat ik ga doen is dit kastje wit schilderen. Daar gaan we. Nou, eerste projectje gedaan. Nog heel veel te gaan. Stay tuned. Nou, de volgende stap is Jade haar kast leeghalen. Want deze kast gaan we aan de bovenkant afzagen. Die komt onder het bed. En die gaan we helemaal wit verven van binnen en van buiten. En hierachter zit, dat zie je nu niet zo goed, een scheur in de muur. En die moeten we ook gaan repareren. Dus we gaan nu Jade de kast uitruimen. Nou, zoals jullie zien heeft Jade best wel veel kleding. Dus het is nog wel even werk. En we gaan alles in koffers doen. Nou, de kast is leeg. We hebben de plankjes eruit gehaald. Ik ga straks nog even de deuren maken. En ik ga de deur, daar zit een hele grote deuk in. Dat ga ik vullen. Dan zie je dat straks niet meer als de kast geverfd is. We hebben even het kleed weggehaald. Wat met de rotzooi, de bed naar achter geschoven, zodat we ruimte hebben voor de kast. En we hebben hier hebben we de scheur hebben we uitgestoken. En die gaan we straks vullen met rekkend vulmateriaal. Want dit is een bewegende muur. Elke keer als die deur dichtvalt van de wind, dan krijgt die muur een klap. En dan komt er straks weer opnieuw een scheur in. Dat willen we niet. Dus zo gaan we het repareren. Dus daar zijn we nu. Nou, ik heb nu de kast helemaal geschuurd. Ik heb alle, dat witte wat je ziet, alle gaten opgevuld en daarna opgeschuurd. Zodat als je er een witte verflaag overheen doet, dat die weer helemaal mooi gaaf lijkt. En ik heb de scheur in de muur gevuld. Dat moet nu drogen. En daarna gaat er glasvliesbehang overheen. Om te zorgen dat, nou ja, mocht het weer een beetje scheuren, wat je bijna niet kunt voorkomen op zo'n bewegende muur naast zo'n deur. Dat je dat in ieder geval niet meer ziet. Dus dat er dus een laagje overheen zit waardoor je dat niet meer ziet. Dus, dat was de update zover. Nou, nu zijn we toe aan deze muurschilderen. En er zitten nog allemaal muurschilderingen op. En deze muurschilderingen die heb ik gemaakt toen ik 20 weken zwanger was van Jade. Ze had een Alice in Wonderland kamer. Dus je ziet allemaal Alice in Wonderland figuurtjes. En die gaan we nu afhalen. Aan de ene kant wel jammer. Want ik heb er heel veel werk aan gehad. Maar aan de andere kant is het tijd voor een iets groter meisjeskamer. Nou, omdat de muurschilderingen rood in zich hebben, kun je daar niet zomaar een paar lagen wit overheen zetten. Want het rood dat blijft er altijd doorheen schijnen. Dus daarom gebruik ik grijs in de eerste laag. We doen twee lagen verf. Eén lichtgrijs. Want die neutraliseert alle roodtinten in de muurschilderingen. En daarna gaat er ook nog een laag wit overheen. En dan wordt de muur gewoon mooi strak wit. Dus ik ga nu eerst de grijs verf mengen. Goed, nou we hebben in de tussentijd best wel heel veel weer gedaan. Ik had deze muur gemaakt en daar zit nu het behang op. Zoals je ziet is het weer een mooie strakke muur. Je ziet nog heel licht een beetje er doorheen schijnen waar de scheur is gezeten. Maar daar gaat zo meteen nog een laag verf overheen, dus dan zie je dat niet meer.
Deze muur is helemaal voorbehandeld. Alle vlekken weggehaald met vlekkenspray. Want er kwamen lijnen nog doorheen van de muurschildering. Dus die moest ik nog extra opsprayen. Die zitten er nu onder. Dus er gaat zo meteen ook nog een laag verf overheen. En dan is deze muur eigenlijk klaar. Dan kan het langwerpige kastje wat ik heb geschilderd, kan erop. En dan is deze muur klaar. Wat we ook hebben gedaan is de bovenkant van de kast afgezaagd. Want nogmaals, die komt onder het verhoogde bed. Wat we gaan bouwen voor Jade binnenkort. En de kast moet afgenomen worden. En die kan ook in de verf. Dus dan gaan we daar weer mee verder. Oké, nou er is al heel wat gebeurd. De kast is wit. Yeah. Kostte 3 lagen. Maar dan is die wel wit. Ik ga hem alleen nog even in de vernis zetten. Blijft hij wel zo poederachtig, want dat vind ik heel mooi. Maar dan blijft hij wel wat steviger en wat mooier, zeg maar. Nou, de hele muur is wit geworden. En het kastje hebben we alweer opgehangen. Dan is hij uit de weg. En ja, het volgende projectje is dus de kast in de vernis. En dan moet ik al deze rotzooi opruimen van Jade en uitzoeken. En dan is die muur aan de beurt en die muur, het muurtje daarachter. Die moeten ook helemaal wit worden. Dus dat is de volgende klus die we gaan doen. We hebben wat binnengekregen voor Jade haar kamer. Dit is een soort plakplastic. Daar ga ik rondjes van snijden voor op de muur. Dan komen er allemaal stippen op de muur. In mint en in roze. En we hebben het ook nog in, ik weet niet of je het kan zien, gouden glitter. Dat wordt echt super cool. Nou, kast is wit. Ik heb er ingeruimd. De muur is helemaal wit geworden. Het kastje hangt erop. Dus deze kant is helemaal klaar. Super fijn. Nou, we gaan jullie nu laten zien wat de kamer wordt. En wat ons ontwerp is, wat we hebben gemaakt. Dus stay tuned. Jullie zijn vast wel benieuwd hoe mijn kamer gaat worden. Ik heb hier een eigen tekening zoals ik wil gemaakt. Dit is een bak. Ik weet niet meer wat erin zit. Hier allemaal kwasten en potloden en stiften. 2 stoeltjes. Een kast met wat knuffels erop van mij. Een klimdin. Een schommel. Het trappetje is er niet zo goed in om te maken. Maar dan heb je hier ook een klein trappetje dan voor je knuffels. En een huisje waar je met je hoofd meestal ligt. Dat is het bed, toch? Ja. Dat had je ontworpen, hè? Ja. Nou, daar heb ik toen ook een ontwerp van gemaakt. Dit is mijn kast. Mijn kasttrap. Een kasttrap wilde je, dat hè? Dat wordt tenminste een kasttrap. Ja. Nou, mama heeft daar ook een ontwerp op gemaakt van wat het ongeveer gaat worden. En dat is dit geworden. Ja. Ja, nou, leg maar uit. Nou, hier gaat volgens mij een tafeltje, toch? Daar komt een bureautje. Dat is nog niet getekend, maar dat komt een bureautje. Hier, kastje. En kijk, dit is de muur waar mama het over had. Alleen de roze zit er niet op. Nee, die zat er wel op, maar die is alweer vervaagd. Deze tekening, jongens, is bijna een jaar oud. Zo lang hebben we hier mee gewacht. Zo lang staat het al op de planning. Maar ja, ik was een beetje ziek en zo. Trapkast, hier lang. En dan, hup, 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 hup. Ik ben er op mijn roze matras. Ja, en dat wordt jij weer bed, want we wilden heel graag een huisbed. En hier nipplantjes en een klimplantje. En lampjes. Ja, en daaronder haar kledingkast komt eronder. Tompijt. Tapijt, ja, ik zet tapijt. Ja, de tapijt eronder. En we hebben wel besloten dat we de stippen niet op deze muur gaan doen, maar aan de muur er tegenover. Deze muur blijft gewoon wit. Dat hadden we bedacht. Ja, dat wordt helemaal gek. Ja, ja, dit is een nieuwe tatoeage, jongens. Kijk nou hoe cool. Ja, dit is het ontwerp van mijn kawaii-kamer. In de volgende video praten we er verder over en ontwerpen we het verder over. Of zo. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!